Het Delfts Studentenkorps bestaat dit jaar alweer 175 jaar. En dat vieren ze onder andere hier op de markt met allemaal mooie activiteiten. Ze zullen wat teruggeven voor de inwoners van Delft. Ik ben heel benieuwd wat dat is. We hebben twee mensen uit de organisatie, Anne en Daan, kom er even bij. En vertel, wat gaan wij voor moois zien? Anna. Wat gaan we voor moois zien? Nou, vandaag hebben we de techniekdag staan. Dus we hebben vanuit de TU hebben we een aantal dreamteams staan. En verder hebben we vandaag een aantal horecateentjes en muziekbands die nog komen optreden. Nou, klinkt hartstikke goed. Ja. En Daan, we gaan straks nog meer over horen. Maar waarom het teruggeven aan de inwoners? Is dat een schuldgevoel of wat is er aan de hand? Nou, het is gelukkig nog niet zo erg dat het een schuldgevoel is. Maar ja, zoals iedereen wel weet, studenten die leven vaak hun eigen leventje. En zeker ook hier in Delft. En soms zie je wel eens dat de studenten en de inwoners langs elkaar leven. Okay. En dat vinden we heel jammer. Zeker de coronapandemie die heeft daar nog een schepje bovenop gedaan. Ja. En wat we eigenlijk zien hier in de stad, als je veel vrijwilligerswerk doet, dat er heel veel dingen zijn die ons allemaal ontzettend verbindt. Hoe denk jij, Daan, dat inwoners over studenten en met name van DCS denken? Studenten van DC bedoelt u? Ja, ik denk dat er niet echt onderscheid wordt gemaakt, maar vooral studenten in het algemeen. En ik woon met 5 huizen naast elkaar en daaromheen wonen allemaal mensen die daar gewoon met hun gezinnje wonen. Dus ik merk heel erg dat werken en feestvieren soms wel eens botst. Ja. Dat geeft wel eens overlast. Maar als we normaal met elkaar in gesprek kunnen, dan brengt het juist heel veel mooie dingen. Wij kunnen natuurlijk met 13 jongens heel makkelijk helpen bijvoorbeeld een tafel naar de derde verdieping te brengen. En dat zijn weer hele leuke dingen. We staan hier bij de Hyperloop, een zeer innovatief product voor toekomstige razendsnelle verplaatsing. Ik ben begonnen met de vraag, hoe was de belangstelling vandaag, Litwin? Ja, de belangstelling is heel groot. Dat is superleuk om te zien. Veel Delftenaren weten eigenlijk niet zo goed wat een Hyperloop is. En weten eigenlijk ook helemaal niet wat de studententeams doen in Delft. Dus dit is eigenlijk de perfecte manier om hen te vertellen wat wij doen. En ze wat dichter in contact te brengen met de TU, de universiteit. Leuk. Kun jij in Jip en Janneke taal vertellen wat een Hyperloop is? Ja, zeker. De Hyperloop is eigenlijk in feite een trein die door een vacuümbuis zweeft. Dus hij heeft geen last van luchtweerstand omdat het in een vacuüm zit en geen last van rolweerstand omdat het zweeft. En dat zorgt ervoor dat het supersnel gaat, wel 1000 km/u. En daarmee kan je uiteindelijk in een half uurtje van Amsterdam naar Parijs zonder het gedoe van een vliegtuig eigenlijk met het boarden. Dus, nice. Ja. Wanneer gaan wij hier een rit mee maken? Nou, tegen de tijd dat we een ritje kunnen maken met de Hyperloop zijn we wel een paar jaar verder. Ik hoop eigenlijk in 2030, 2040 al de eerste Hyperloop te zien met cargo. En misschien 2040, 2050 al een ritje met personen. Daar hangt wel veel factoren af, maar wij doen ons uiterste best om sneller bij de toekomst te komen. Ja. Hoe ervaart u de Delftse studenten in Delft? Volgens mij brengen ze heel veel leven in de stad, toch? Oké. Ja, ik ben gewend aan Amsterdam en... Volgens mij, ik vind het heel veel toevoegen, laat ik het zo zeggen. Vertel, wat heb jij in je handen? Dit is een van de bouwwerken van de kinderen. We zijn hier eigenlijk een beetje voor de jongste kinderen om te laten zien wat je eventueel met techniek kan. Dus dit zijn de twee meest simpele bouwmaterialen, denk ik, elastiekjes en een stukje hout. En dan leggen we eens even de basics uit, hoe je die kan verbinden en dat een driehoekje stevig is. En dan laten ze hun gang gaan om bepaalde constructies te gaan bouwen. Deze is heel vroeg op de dag gebouwd. Inmiddels hierachter zijn kinderen aan bruggen bezig. Noemen we op, allerlei soorten constructies. En gewoon puur om ze een beetje uit te laten leggen wat je in Delft nou kan doen. Wat voor techniek al mogelijk is. Dat allemaal niet zo heel complex is. Dit is voor architecten in spe, denk ik. Ja, absoluut. Dus dit is de Dutch 17. Dit is onze auto van 2017. De Formule Student Team Delft, dat zijn wij. Wij doen mee aan de Formule Student competities. En daarbij ontwerpen, bouwen en racen we een nieuwe auto elk jaar om mee te doen aan die competities bij circuits rond heel Europa om tegen andere teams van rond het hele wereld te doen. Ons doel is om de wereldkampioenschap in Duitsland elk jaar te winnen. Wij hebben 5 keer gewonnen en dit jaar bouwen wij de Dutch 23. Wat is het meest bijzondere van deze auto? Waar valt hij het meest in op? Ja, het gaat heel snel accelereren, want het is een elektrische auto. Dus als je de gaspedaal indrukt, gaat het meteen heel snel. En het gaat van 0 tot 100 km per uur in 1,8 seconden. Dus dat is meer dan alle productieauto's die er zijn. En meer dan alle brandstofraceauto's ook. Trying to make the world's first liquid hydrogen powered aircraft that will fly a human on board. Okay. And how far is the development? So at the moment we're working on our internal systems for the hydrogen
powertrain. So that would be finalized hopefully by the end of next year. And then we will look at gaseous flight in 2024 and liquid hydrogen powered flight. Okay, that's coming fast. And where are you most proud of? What am I most proud of? Yeah. I think it's the fact that as a student team, we're really pushing. We're doing something that no one has ever done before. We're really changing the industry and seeing, yeah, if we achieve this, then hopefully the big fish will follow us and really push for the future as well. And what's the big fish? Big fish, you know, like Airbus, Boeing, KLM, many of which are actually supporting our project. So they do see the credibility in this project for the future. De inwoners van Delft zijn natuurlijk razend benieuwd hoe jullie met dit, wat het idee was voor dit initiatief. Emma, mag ik jou het woord geven? Ja, zeker. Nou, dit jaar is het 175 bestaan van onze studentenvereniging. En het thema is element, kern van verbinding. En die verbinding willen we heel graag aangaan met de stad Delft. En dit was eigenlijk de manier om dit te kunnen bewerkstelligen. Dus een heel weekend vol mooie festiviteiten. En ook in een samenwerking met de TU Delft met een leuke techniekdag. Ja. En Stefan, het idee van het open huis en van de markt vandaag, hoe is dat zo ontstaan? Ja, we willen graag dingen doen echt samen met Delft. Dus dat is die insteek geweest. En eerst willen we een beetje mensen informeren van wie zijn wij eigenlijk en wat doen wij. Ja. En hier zien we vandaag op de markt van ja, we zijn studenten. Maar ja, wat doen die studenten eigenlijk? En we zijn er op de markt. Hier zijn heel veel initiatieven, heel veel cafés ook. En dan is het des te leuker om met die cafés ook echt zo'n dag neer te zetten. Ja. Ja. De studenten die wilden hier een feestje op het plein. En ik vind dat we wel een feest samen moeten vieren. Dus zo zijn we een beetje samen gaan sparren en ze hebben ons uitgenodigd om een barretje neer te zetten. En vandaar dat we hier staan. Wat leuk. En hoe kijk je terug op deze dag? Nou ja, hij is nog lang niet voorbij. Ik denk dat we nog niet eens op de helft zijn, maar gewoon heel leuk, gezellig. Nou ja, mazzel met het weer. Feestjes zijn altijd leuk. Hoe zijn jouw contacten met studenten? Te weinig. Wat kun je daaraan doen om dat te intensiveren? Nou ja, een verjongingskuurtje misschien, maar nee. Nou ja, kijk, ik vind dit gewoon helemaal tof. Ik hoop dat ze met elkaar overleggen en dat doorgeven. Dat ze, als ze wat organiseren, dat dan hier doen met ons. Ja. En wij zijn de stad erkentelijk voor dat hij het mogelijk maakt dat wij zo'n grote universiteit kunnen hebben. Want inmiddels is het een hele grote universiteit met heel erg veel studenten die hier hun carrière vorm kunnen gaan geven. En dat dan teruggeven, beste studenten, vind ik echt super. En het is belangrijk ook voor de stad om te zien wat ze aan de universiteit heeft, om te zien wat voor technische zaken eruit komen. Hoe lang wonen jullie in Delft? Ik woon er nog maar 22 jaar. 22 jaar. En jij Bas? Vanaf 1970. 1970, dat is aardig wat jij. Hoe ervaren jullie het om in een studententad te wonen? En dan bedoel ik vooral, wat voor last heb je eventueel van hen? Nou, weet je, ik, mijn voorkeur gaat uit om in een studentenstad te wonen. Want daar is beweging, daar zitten jonge lui. Ja. Maar ik ben wel heel blij dat geen studentenhuis naast mijn woning is. Ja. Ja. En jij Bas, hoe ervaar jij dat? Ik woon naast het studentenhuis. Jij woont naast het studentenhuis. En wat voor pret heb je daarmee? Ik heb een goede verstandhouding met die jongens, met die mensen. Ja. Ja. En wat kun je er meer over zeggen? Ja. Heb je last van ze? Nee. Nee, wat fijn om te horen. En wat vind je van deze dag, van het initiatief? Nou ja, als je zou begrijpen wat aan de hand was. Ik vind het altijd leuk als er iets gebeurt hier. Ja. We waren op de markt geweest en we zeiden, we gaan een biertje drinken. Want het is leuk op de markt hier, ja. Er gebeurt wat. Laten we ontdekken wat er gebeurt, ja. Houden jullie van oesters? Ik hou wel van oesters. We zijn hier bij de oesterkraam. Ja. Mark, dit is jullie kraam. Vanwaar oesters? Vanwaar oesters, ja. Kijk, het gaat eigenlijk een beetje terug in de tijd. Wij hebben met ons huis, wonen we op de Oude Delft en we hebben eigenlijk nu sinds, wat is het, een jaar of 30 ons eigen kreeftenrestaurant tijdens het lustrum van DC. En eigenlijk in de aanloop van elk lustrum gaan wij op dit soort evenementen staan om onze oesters te verkopen. Om eigenlijk al een beetje voor te proeven en eigenlijk ook om het lustrum, ons restaurant, om dat te gaan bekostigen. Er moet natuurlijk heel veel geklust worden en we zijn natuurlijk studenten, we hebben niet de grootste portemonnee van de wereld. En eigenlijk gaat dit ons helpen om dat restaurant te kunnen bouwen zoals wij dat willen.
Nog één vraag, hoe was de belangstelling van de inwoners? De belangstelling was heel goed vandaag. We hebben, normaal gesproken staan we eigenlijk alleen voor studenten dit te doen. Ja. En het is eigenlijk ook heel leuk om een keer dit te doen voor niet alleen studenten, maar ook andere inwoners van Delft. Leuk. En we merken gewoon heel erg, ook voor toeristen en voor alle mensen die in Delft wonen, dat het gewoon heel goed ontvangen wordt. 3, 2, 1. Heerlijk! Tom.